Hallo, ik ga vandaag naar Den Haag, want ik krijg bij kliniek krijg ik een skin check. Dus gaan kijken naar mijn huid, wat mijn huidtype is, wat ik het meeste nodig heb, enzovoort. En ja, ik ga het vandaag filmen, want het leek me wel weer eens leuk. Dus ik stap nu op de fiets en dan ga ik naar het station. Mijn outfit van vandaag, bloemenjurkje van Forever 21. Dit is mijn tas, mijn enorme tas waar mijn laptop in past. En mijn haar is nog een beetje nat. En het is echt ontzettend warm. Ik heb zulke witte benen. Wow. Ik heb dus bij kliniek heb ik een skin experience gekregen. En dat betekent dat ik een huidanalyse heb gekregen. Dat de producten die mijn huid het beste kunnen verzorgen erbij zijn gezocht. En dat ik gewoon van alles uitgelegd kreeg. En het was super leuk. Ik ga een deel voice-overen, want het was vrij rumoerig in de bijenkorf. En anders dan hoor je het gewoon niet goed. Nou, een droge spons ziet er minder vol uit. En zie je ook duidelijk droge lijntjes en rimpeltjes. Zodra we de spons in het water doen, wat je ziet, is dat hij zich direct vult met vocht. En hierna kun je ook makkelijker producten aanbrengen, zodat het ook beter wordt opgenomen. Nou, hier vergeleek de dame van kliniek de huid met een spons. Wanneer een spons nat is, kan die veel beter dingen opnemen. En zo is het ook met je huid. Wanneer je huid goede vochtbalans heeft, neemt die veel beter je andere verzorgingsproducten op. Bij de kliniekcounters hebben ze een iPad staan en daarop kan je dus een huidanalyse laten doen. Je kan deze test zelf invullen, het bestaat gewoon uit een aantal vragen. Wat je ook kan doen is hier producten scannen en dan kan je dus gelijk zien van waarvoor het is, wat voor huidtype enzovoort. Nou, de eerste vraag van de huidanalyse is: wat zijn op dit moment jouw prioriteiten op het gebied van huidverzorging? Er staan een aantal opties en mijn keuzes waren droge huid en vergrote poriën. Nou, dan wordt er gevraagd hoe oud je bent, want dat telt natuurlijk ook mee. Heb je verzorging nodig voor fijne lijntjes of rimpels? En nou ja, ik ben 17 jaar op dit moment, dus dat is voor mij nog niet nodig. Hier wordt gevraagd of mijn huid nog steeds oncomfortabel voelt, zelfs na het gebruik van een moisturizer. Nou, dat is nooit zo bij mij. En hier moest ik aangeven van waar ik de verwijderde poriën had. En dat is op mijn neus, mijn kin en mijn wangen. Grove poriën gaan vaak gepaard met buisjes. Heb je daar ook last van? Ja, nee, ik ja dus. En dan wordt er gevraagd wat voor soort onzuiverheden. En in mijn geval zijn dat onderhuidse bultjes, puistjes en meeeters. Nou, en aangezien ik niet zo heel vaak puistjes heb, heb ik ingevuld dat ik maandelijks een puistje heb. Want ik heb nooit echt hele grote bobbels of echt groot ontstoken puisten. En dat hoeft dus ook niet speciaal in mijn huidverzorging. Hoe voelt je huid in de loop van de dag zonder moisturizer? Ik gaf aan dat mijn wangen nog steeds vrij trekkerig en oncomfortabel voelen. Maar dat mijn T-zone gewoon comfortabel voelt, maar wel een klein beetje glimt. Wat is je natuurlijke huidskleur zonder een gebruind kleurtje? Dat is voor mij vrij bleek. Ja, ik ben best wel blank van mezelf, dus ik heb de 1 na lichtste kleur gekozen. Hoeveel word je gemiddeld blootgesteld aan de zon? Nou, dat is voor mij af en toe, want ik zit vooral binnen. Huidgevoeligheid heb ik niet. Nou, de omgeving van je huid. Ik woon in een dorp en dat noemen ze hier een voorstad. Nou, dit is een tricky vraag. Hoeveel uur gemiddeld slaap je per nacht? Volgens mij is dat allemaal iets minder dan we zouden willen. Voor mij is dat ongeveer 6 à 7 uur. Meestal 6, dus we hebben er 6,5 van gemaakt. Nou, hier legt de dame van kliniek ook al uit dat het vragen naar stress vaak, ja, toch een beetje ongemakkelijk is face-to-face als je met een klant bezig bent. Dus vraag ze het hier op de iPad wel. Want stress heeft ook een hele grote invloed op je huid als het gaat om gevoeligheid. Nou, ik heb op dit moment weinig stress. Iedereen heeft altijd wel een klein beetje stress. Dus ik heb hem op weinig gezet. Nou, dan krijg je hier een samenvatting. En dan kan je alles nog even goed doorlezen. Dan zie je wat voor huidtype je hebt. Ik heb huidtype 2 gecombineerd tot droog. En het handige is dat op de producten van kliniek ook altijd de nummers van de huidtypes staan. Dus dan kan je gelijk zien wat je nodig hebt. Nou, dan laat hij hier de producten zien die aangeraden worden voor mijn huidtype. En hier wordt er een productlijst naar mijn e-mailadres gestuurd. En dit kan jij dus zelf ook doen als je in de kliniekcounter bent. Ik kreeg nog wat uitleg over de producten die aangeraden werden voor mij. En over ja, hoe het huidoppervlak een beetje in elkaar zit. Dus
ze liet hier wat dingen uitproberen op mijn hand, zodat ik kon voelen van hoe of wat, of het lekker voelde. En ik moet zeggen dat het me eigenlijk heel erg goed beviel. Ik heb die producten nog niet op mijn gezicht natuurlijk uitgeprobeerd. Het leuke is, ze haalt hier een plakbandje van mijn hand af wat er een tijdje heeft gezeten. En ze zegt, dit zit in de weg voor jouw stralende huid. En dat zijn dus dode huidcellen die je ziet op dat plakbandje. En het was echt een beetje grappig om te zien. Ik had het wel eerder gezien dat dat dan blijft zitten, maar ik had er nog nooit zo over nagedacht. Nou, dit zijn de producten die mij zijn aangeraden. Nou, we hebben ook nog even bij de make-up gekeken en daar heeft ze me wat over uitgelegd en ze heeft me ook nog wel een beetje opgemaakt. Dus het was eigenlijk heel erg leuk. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Ja, het was heel leuk, zo'n face-to-face analyse en ik ben gewoon heel benieuwd naar alle producten die ik mag gaan uitproberen. Hoi, ik ben inmiddels weer thuis. Ik ben echt zo ontzettend bezweet. Ik weet ook niet hoe ik eruit zie. Maar ik wilde dit filmpje nog even hierna maken, want ik ben na de kliniek Skin Experience ben ik nog even gaan shoppen. Ik heb niet heel veel gekocht, maar toch een paar spulletjes. Dus ik dacht van ik ga het jullie laten zien. En ik dacht misschien is het ook wel even leuk als ik jullie laat zien wat in mijn kleine goodiebag zat. Ik krijg alle producten die je hebt gezien in de video, krijg ik sowieso nog thuis gestuurd. Maar ze hebben me nu alvast een goodiebag meegegeven. Ik zeg steeds goodiebag. Klein tasje meegegeven. Allereerst deze Clinique Bobble. En het is zo'n flesje die je water zuivert. Daar doe je water in en dit dingetje hier middenin zuivert je water dan. Opnieuw. Ik heb nu echt een klein voorraadje van deze vernieuwde versie van de Dramatically Different Moisturizing Lotion. Want volgens mij is dit mijn tweede flacon die ik nu in huis heb. Maar dat maakt niet uit, want ik heb hem gevoeld hoe die is op mijn huid. En hij is echt ontzettend fijn. Dit is ook een van de 3-stappenplan producten die ze me aangeraden hebben. Dus ik heb deze alvast in huis. En dan heb ik als laatste nog een tasje gekregen. Een heel schattig toilettasje met fruit erop. En hier zit ook wat in. Ik weet niet wat erin zit. Oh, schattig. Hier zitten een paar mini productjes van Clinique in. Dit is een make-up remover voor je ogen en je lippen. Dit is een crème, een mini. Er zit nog een oogserum in. Voor als je vermoeide ogen hebt. En hier heb ik nog, oh wat schattig, dit is een mini chubby stick in de kleur. Waar staat de kleur? Er staat geen kleur op. Nou, het is in ieder geval een donkerroze kleur. Ik heb vandaag ook een chubby stick geprobeerd. En ze zijn echt super fijn. En de mini high impact mascara. Daarna ben ik even naar de afro-winkel geweest. Ik hoop echt dat dit niet helemaal gesmolten is. Want ik was het eigenlijk een beetje vergeten. Want ik heb een re-stick gekocht. Volgens mij was die iets meer dan 1 euro. Dus het is wel duurder dan een normale candy bar. Maar het is wel goedkoper dan van websites zoals US Foods of Candy Online ofzo. Die verkopen ze daar. Oh ja, deze had ik ook gekocht. Dit vond ik ook wel grappig uitzien. Pringles met cheddar cheese smaak. En dan heb ik een paar make-up producten gekocht. Ik heb deze blush gekocht, want die vond ik er echt wel heel tof uitzien. Hij is van LA Colors in de kleur Flushed. En dit is echt een knalroze kleur. Ik wilde een kleur nemen waarvan ik er nog niet zo heel veel had. En ik heb eigenlijk nog niet zo'n knalroze kleur in mijn collectie. Dus dat vond ik wel een goede koop. En dan heb ik van LA Colors ook nog dit oogschaduwpaletje gekocht. Met 5 paarse kleuren. Dus dit is heel mooi om een look mee te maken. Gewoon een volledige paarse look. Of je kan er natuurlijk individuele kleuren uitgebruiken. En hij is in de kleur Lollipop. En dan heb ik nog 2 glitter nagellakjes gekocht van LA Girl. En deze heet de Glitter Addict. En deze groene is in de kleur Nostalgic. En deze roze is in de kleur Inspire. Ik vond ze allebei wel echt heel tof. Ik hoop dat ze een klein beetje dekken. En anders dan draag ik ze gewoon over een zwarte lak. Dan ben ik naar de Bershka geweest. Ik heb echt 6 dingen gepast of zo, maar ik vond niks leuk. Het enige wat ik daar wel heb gekocht is dit kleine tasje. Ik zie nu waarom die afgeprijsd was. Want er zit een lijmvlekje op. Maar goed, hij was afgeprijsd van €12,99 naar €3,99. Dus dat vond ik best wel een goede deal. En ik had laatst een tasje van eBay. En dit is gewoon echt super handig als je ergens naartoe gaat. Maar niet veel mee wil hebben. Want in dit tasje past je telefoon. Er zit hier zo'n vakje voor je telefoon. En pasjes. En hier kan je als je wil nog iets van schuifspeltjes of zo. Of een lipstick in doen. Het is echt heel simpel. Heel klein. Er zit hier dus een klein vlekje. Misschien kan ik hier met zwarte nagellak overheen of zo. Maar goed, het maakt me verder niet zoveel uit.
Hij was 4 euro, dus deze wil ik wel graag hebben. Wilde ik wel graag hebben. Tot slot heb ik bij Lush een shower gel en een shampoo gekocht. Shower gel heet It's Raining Men. En deze is best wel... Er komt echt allemaal shower gel nu uit. Hij is vrij bekend. Hij ruikt echt super lekker naar honing. Ik zie nu dat hij voor lichaam en voor haar is. Dus je kan ook je haar ermee wassen. Er staat op Hallelujah, God bless Mother Nature. Ze laat het mannen regenen en ze zorgt voor de heerlijke honing en exotische bloemen in deze shower gel. Get absolutely soaking wet en was ze maar. Ik heb gewoon kleine verpakkingen gekocht van 100 gram, want ik heb vrij veel douche gel en shampoos en zo. Dus eigenlijk moet ik dit helemaal niet kopen. Maar daarom koop ik de kleine verpakking. En ik heb Rehab gekocht, dat is een shampoo. En ik vond deze heel lekker. Nu komt het er weer uit. Knijp ik te hard of zo? Ik weet niet zo heel erg goed waar deze aan ruikt. Want ik neig eigenlijk een beetje naar pepermunt. Maar dat staat er niet op verder. Er staat op, heb je het uiterste van je haar gevraagd? Dan is het tijd voor Rehab. Deze rijke shampoo vol reinigende enzymen, verzachtend zeewier en kalmerende oliën helpen hoofdhuid en haar er weer helemaal bovenop. Hij ruikt er in ieder geval heel fris en heel lekker. Volgens mij waren deze allebei ongeveer 7 à 8 euro. Nou, dat is alles wat ik heb gekocht na de Clinique Experience. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien dat ik jullie eventjes een keer meenam naar zo'n soort van... Ja, het was niet echt een event, maar het was wel iets voor mijn blog. En laat weten als je het leuk vond. En dan zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!